De COVID-situatie in ons land is stabiel. Minister Amara Madin van Volksgezondheid zegt dat er dagelijks een daling te merken is in het aantal besmettingen en dat de druk op de zorgsector afneemt. Echter zijn het ministerie en het Outbreak Management Team heel bezorgd dat delen van de samenleving hun verantwoordelijkheid niet innemen, vooral nu een nieuwe variant is opgedoken in de wereld. Ramadan heeft in het kader hiervan nieuwe maatregelen aangekondigd en benadrukt dat het ministerie deze stabiele situatie zo lang als mogelijk wil behouden. De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om de samenleving te beschermen. De grenzen zijn, zoals u weet, deels opengesteld en het toerisme komt weer langzaam op gang. Brengt echter risico's met zich mee, zeker ook als we kijken naar de ontwikkeling met betrekking tot een nieuwe variant. En om het risico op het hernieuwd introduceren van een COVID-19-outbreak binnen Suriname te minimaliseren, heeft het Outbreak Management Team ons geadviseerd. En we maken onderscheid de komende periode, ingaande morgen, tussen hoogrisicolanden en laagrisicolanden. Zoals u weet, had de regering aangegeven dat reizigers komende vanuit Nederland een antigeentest nodig zouden hebben om binnen te komen, niet ouder dan 24 uur. Met de ontwikkelingen, recente ontwikkelingen en de situatie in Nederland, dan kijken we niet alleen nogmaals naar Omicron, maar ook naar de epidemiologische situatie in Nederland, waar de ziekenhuizen bomvol zitten, waar de cases dagelijks recordaantallen bereiken, hebben wij de volgende adviezen en de volgende maatregelen. Alleen volledig gevaccineerde reizigers kregen toegang tot Suriname. Dit geldt voor reizigers uit hoogrisicolanden. Personen uit deze landen moeten een PCR-test kunnen overleggen die niet ouder is dan 48 uren voor vertrek. Na aankomst in ons land moeten deze reizigers ook een antigeentest afnemen bij een van de testlocaties welke is vastgesteld door de overheid. Minister Ramadan is niet te spreken over de wijze waarop restaurants en bars de afgelopen dagen met hun verantwoordelijkheid zijn omgegaan en wijst erop dat er nimmer een afspraak met de horecasector was om live muziek toe te staan. We zijn menens om vanuit de regering hard op te treden. En we willen zo lang mogelijk de druk op die zorg vermijden. We willen zo lang mogelijk de import van elke COVID-persoon uit Nederland of waar dan ook vermijden. We willen zoveel mogelijk doen om u te beschermen. Maar als we zelf zaken in de hand werken en zelf weer ervoor zullen zorgen dat voor kerst nog misschien we 50 golf zien en we doen niets, dan gaan we straks weer zitten klagen over maatregelen die genomen gaan worden. Ik heb de beelden ook gedeeld met de horecagroep. En ik heb aangegeven, dit was niet de afspraak die we hadden gemaakt. U hebt gevraagd voor indoor dining. U hebt gevraagd om langer open te zijn. De situatie liet het toe. De afspraak die we hadden is dat u gedeelde verantwoordelijkheid gaat nemen, zodat we samen de COVID-situatie onder controle krijgen. Minister Amara Madin sprak op een gisteren gehouden persconferentie in het perscentrum. Daar is ook aangekondigd dat de avondklok terug is gebracht van 9 uur naar 11 uur naar 9 uur.